Nou, het was mei 2015 en we hadden alles eigenlijk een beetje op een rit. Dat we zo wisten wat er gaande was en wat er allemaal liep. Dus we hadden zoiets van, pak even koffie. En we wilden net de koffie pakken en toen ging je telefoon. Ik neem de telefoon op, 112. En het eerste wat ik hoor is iemand heel zwaar kreunen. Met de brandweer? Ja, ik zit klaar onder een auto. Wat zegt u? In de straat 2 mensen. Wat zegt u? Ik zit klam onder de auto. Waar zit u? In dezelfde straat 2 in Winsen, achter de boerderij. Winsen? Ik stik bijna. Nou, dat gaat vooral lopen, want dan wil je gewoon bepaalde zaken weten. Nou, meneer kon heel slecht uit zijn woorden komen. Ik zit knel onder een auto en ik kon dus gewoon met geen mogelijkheid in de eerste paar zinnen niet eruit krijgen waar. Welke straat, meneer? U bent heel slecht te verstaan. Ik kan nu niet verstaan. In welke straat, meneer? Zalmorstraat. Zelmon? Zalmor. Waar? Winsen? Ja, ik kreeg de straatnaam nog niet uit. Dus ik kreeg het al een beetje warm. Straatnaam moet ik weten. Meneer, ik moet een straatnaam weten. Ja, Winsen. En hij zei het inderdaad straatnaam wel, maar ik kon het niet verstaan. Na lang doorvragen, kreeg die man zelf schijnbaar in de gaten dat hij het dus niet begreep, dat wij hem niet begrepen. En dat is zijn geluk geweest. Hij begon te spellen. De straatnaam begon hij te spellen. Z-E-L-L-E-R. Zellerstraat, ja. Welk huisnummer? Ja. John, Meerknop. Ik stik. Welk huisnummer, meneer? Zellerstraat, godverdomme. En ik zie dat daar 4 boerderijen zijn, want het was in het veld. Ja. Waar? Welke boerderij? Die man zat dus daar nog op bekneld onder de auto, dat hij dat er niet meer uit kreeg. En dan moet je gewoon een keuze maken en dan ga je gewoon alarmeren op Winsen, Zellerstraat, zonder huisnummer. En dan maar hopen dat er plaatselijke bekendheid is van de jongens in de voertuigen. Nou, we hebben dus die vragen, ik had die vragen allemaal afgerond die ik voor mijn gevoel moest stellen. En dan kun je een keuze maken, verbreek ik de verbinding of blijf ik aan de lijn en gelijktijdig met het ongeval, of met het gesprek met die man, had ik daar een gevoel bij van dit gaat niet goed aflopen, ik blijf aan de lijn. Nou, mijn keuze was inderdaad wel goed, omdat het is ook verkeerd afgelopen. In de zin van, die meneer kon mij niet meer te woord staan. Ik hoorde hem steeds zwaarder kreunen. Hij ging steeds moeilijker ademen. En halverwege de tijd liet je dus zijn telefoon vallen, want hij belde met een mobiel. Die viel naast zijn hoofd. En ik hoorde dus die man gewoon letterlijk steeds zwaarder gaan ademen en steeds langzamer gaan ademen. En dat is een tijdbestek geweest van 7-8 minuten voordat er dus de eerste auto ter plaatse was. En toen de officier van dienst ter plaatse was, dat hoorde ik over de telefoon en over de porto, want hij meldde zijn eigen ter plaatse. Maar ik hoorde ook dat de honden die bij hem lagen begonnen te blaffen. Dat was voor mij eigenlijk wel een oplossing, want ik had zoiets van yes, er is hulp. Bleek dus ook dat die man overleden was. Meneer, ze zijn er bijna. Ik hoor een hond. Meneer! Ik begin al honden te blaffen, dus ik neem aan dat er iemand te plaatsen is. Gelijktijdig kwam ook de ambulancedienst daar te plaatsen. En we hadden het geluk dat daar een hele goed nadenkende chauffeur op zat. Die zag het incident, die zag de situatie. En die greep gelijk de krik uit zijn eigen auto. De chauffeur van de ambulance en de officier van dienst hebben samen dus de auto omhoog gekregen en die persoon eronder uitgehaald. Tijdens die handelingen kwam ook de tankautospuit van Beuningen te plaatsen. En die hebben toen gelijk die meneer gereanimeerd. En dat is allemaal goed gegaan. En tot op heden, of op dit moment is meneer gewoon in goede gezondheid en kan hij gewoon functioneren in de maatschappij.